vandaag bij een prachtig project in Den Haag. Ja, klopt. We zaten een tijdje met een uitdaging. Hè. We hebben een prachtig tuin hier in Den Haag. Helaas met slecht weer in Nederland. Hè. Wind, regen. We wilden een paar dingen hier doen. Eén, we willen een buiten serre hebben waar we kunnen zitten. Ook als het regent of wind is. We willen ook een plek waar we ook bepaalde planten en bloemen en dingen die kunnen we hier hebben, die eigenlijk buiten zouden het niet kunnen overleven. Je ziet het hier aan de diversiteit van verschillende planten en bloemen en die we hier hebben neergezet. Tweede punt is ook, ik ben een liefhebber van barbecue en slow cooking en buitenleven. En dit is een ideaal plek voor geworden. Een extensie van ons koken, van onze woonkamer. Ja, wat ik ook heel leuk vind aan dit project, is dat u al een bestaande houten dak heeft, overkapping. Ja. Daar hebben wij een stielarp beglazing in gemaakt. Aansluitend aan de houten overkapping met aluminiumconstructie van ons hebben wij een aanhechting gemaakt. En eigenlijk, als je terwijl je normaal zou denken, hey, hout en aluminium aan elkaar, ja, gaat het wel samen. Eigenlijk zie je het resultaat dat het net alsof het altijd al zo geweest is. En de kleuren ook, de witte combinatie met zwart en hoe die met huis gekoppeld, een huis gekoppeld is. En al die elementen maken het een prachtig project. Ja. Het feit dat een schoonmaker is langsgekomen, dat het allemaal schoongemaakt en opgeleverd heeft, dat is ook een pluspunt. Ja, ook als ik hier nu zo zit bij u aan de tafel, ja, dan zou je haast zeggen, ja, waarom heb ik dit thuis niet, hè? Nou, inderdaad, het feit dat we hier samen zijn, dat geeft aan dat we tevreden klanten zijn. Geïnstalleerd is, maar ook bij de oplevering. Een schoonmaker door met Amura geregeld is. Daarna uw bezoek aan ons om vragen te stellen van, hey, gaat het hier goed? Zijn jullie tevreden? Ja, dat geeft ook aan dat jullie oog hebben voor jullie klanten. Vandaar de dikke tevredenheid die we hebben over dit project.